Wedstrijden winnen, gewoon word je het nooit. Zeker niet als je in één maand tijd 10 wedstrijden moet spelen. En die dan gewoon alle 10 wint. En toch blijven ze in Antwerpen opvallend nuchter. Heb je dat ooit al eens meegemaakt? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet eens op de hoogte was dat we 10 op een rij gewonnen hadden. Maar ja, het is inderdaad gewoon een hele goede reeks. Ik denk dat we daar ook niet echt mee bezig zijn eigenlijk. We horen het wel vaak een keer, 8 wedstrijden op rij gewonnen, 9, 10. En dan denk je daar namelijk een keer na van, amai, dat is eigenlijk wel mooi van ons. Mooi dus, maar ook niet meer dan dat. Het verraadt dat de honger naar meer groot is. Al stijgt tijdens het interview wel het besef dat je 10 op 10 gerust een stunt mag noemen. Is dat zoiets dat je maar één keer meemaakt in je carrière? Nou, dat hoop ik niet. We hebben een druk programma voor de boeg. En ja, kijk, natuurlijk kunnen we zeggen van, 10 wedstrijden maak je nooit meer mee. We hebben ook een beetje, denk ik, wat mindere teams af en toe hier en daar gehad. En ja, leg je de maand december voor je neer, dan zie je dat het gewoon een stuk anders wordt. En ja, er zijn veel meer goede teams, dus het zal moeilijk zijn om dit nog een keer te herhalen. Maar ja, we zijn goed bezig en we zullen zien. Voor Seppe Batens is dit alvast een uniek moment in zijn nog jonge carrière. Seppe is de zoon van volleyballegende Jo Batens, die op 29-jarige leeftijd veel te vroeg stierf. Is dit iets waarvan je denkt, had dit mijn vader nog maar kunnen meemaken? Ja, ik denk dat wel vaak natuurlijk. Mama denkt daar ook nog vaak aan of spreekt er nog eens vaak over. Van, of zeg het na een wedstrijd van, had papa deze mogen meemaken. Dat zijn zaken. Ja. Moet ik dat zeggen? Je denkt daar even over na, maar ik ben opgegroeid zonder papa eigenlijk. En je kunt er niks aan veranderen. En soms heb ik het er moeilijk mee en dat is ook zo. Ja, inderdaad. Ik had dat fijn geweest dat hij het kunnen meemaken. Maar. Nu zaterdag komt Mazijk naar de Arenahal. Jullie zijn aan 10. Waar gaat dit lijstje eindigen? Het lijstje gaat eindigen bij de finale van de play-offs. Ik zal het zo zeggen. En hoeveel wil je geraken? Nou, eerst zaterdag maar. Dus laten we daar eerst maar eens 11 van maken. Dan ben ik al tevreden.